Dan willen we luisteren naar Gods woord. Uit Johannes 6 lees ik u een kort gedeelte. Johannes 6 vanaf vers 51. En in dat hoofdstuk gaat het over Jezus als het levende brood. Het ware manna uit de hemel. Vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Tot zover onze lezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als u het Johannes-evangelie een beetje kent, dan moet u opgevallen zijn hoe vaak Johannes het heeft over geloof. En niet zo'n beetje geloof ook. Een geloof dat zich helemaal aan God de Zoon, aan de Heer Jezus toevertrouwt. Maar Johannes is een bijzondere schrijver in heel veel opzichten. Want ik denk als we tegen hem zouden zeggen, nou dat zit goed bij ons. Wij geloven in God de Vader, wij geloven in God de Zoon, wij geloven in de Heilige Geest. Het is echt wel goed met ons. Dat Johannes toch niet helemaal tevreden zou zijn. Stel dat wij die belijdenis die we gezongen hebben voor hem zouden zingen. Uit volle borst en met volle overtuiging. Dan zou Johannes zeggen, ja maar dat is niet het moeilijke. Dat is niet het moeilijke deel. Van het christen zijn of leven in de navolging of bij Jezus horen. Er is nog iets anders nodig. En juist in dit evangelie zie je dat de Heer Jezus als het gaat om geloof altijd de boel op scherp zet. Dat je bijna het gevoel krijgt van, Heere, moet dat nou? Moet het nou nog preciezer? Moet het nou nog rijker? Moet het nou nog dieper gaan dan dat geloof dat ik toch maar mooi heb. Ik ben toch wel blij dat ik dat zeggen kan. Dat ik geloof hecht aan deze Heer en deze God een beetje ken. En de Bijbel een beetje ken. Is dat dan niet meer dan genoeg? En Johannes zelf schrijft aan het eind van dat evangelie. De wereld zou de boeken niet kunnen bevatten waar alles in staat wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Maar dit heb ik opgeschreven opdat u... Hij bedoelt die ons, de lezer ermee, opdat u zou geloven. En opdat u door dat geloof leven zou hebben in zijn naam. Dat is het doel van Johannes schrijven. Dat je het gelooft en dat je daardoor een nieuw leven krijgt. Nu al het eeuwige leven in je voelt en merkt en werken laat. Dat is toch zijn doel, om dat geloof te hebben. Waarom moet de Heer Jezus nou in deze passage tegen die Joden die daar op het randje staan om in hem te geloven? Er is maar een klein zetje voor nodig en dan zijn ze bereid om hem toch te aanvaarden. En dan zegt hij tegen ze, ja weet je, jullie hebben vroeger het manna gekregen, jullie voorvaderen
kregen dat manna uit de hemel. Ja, zeggen ze dan, dat weten we. Dat staat in onze Bijbel, daar zijn we ook ontzettend blij mee. De Heere God heeft ons uitverkoren om in die woestijn in het leven te houden met dat manna. Dat wonder heeft hij verricht voor ons volk. Nou, zegt de Heer Jezus, daar heb je niks aan. Dat al die vaderen van jullie die dat manna hebben ontvangen, zijn gewoon weer gestorven. Dat was maar iets tijdelijks. Dat was om die woestijnreis, weet u wel, van 40 jaar te overleven. En dat is niet Gods einddoel geweest. Dat is niet zijn laatste woord. En dan durft hij te zeggen, naar zichzelf te wijzen, dan durft hij te zeggen, ik ben het levende brood dat de Vader uit de hemel geeft. Ik ben veel meer dan dat manna wat de voorvaderen hebben ontvangen. Nou, dan begint het al te wringen bij ze. Dat is al een uitspraak die ze een beetje vervelend vinden. En als wij ons verplaatsen in hun positie, zouden we dat eigenlijk ook ontzettend raar moeten vinden. Hoe kan deze Jezus nou levend brood zijn? Wat bedoelt hij daar nou mee? Komt hij weer met zo'n raadsel aanstappen, met zo'n geheim wat uitgelegd moet worden en dan misschien betekent het nog wat? En dan zegt hij ook nog, ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt zal nooit meer honger hebben. Nooit meer honger hebben. En wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Nooit meer dorst hebben. Dat is wel een pretentie die hij daar heeft. De Joden dan, staat er in vers 41, morden over hem. Morren, dat is zo'n mooi woord. Murmureren, zegt de Statenvertaling. Dat is dat inwendige verzet dat zo sterk is dat het eruit komt in de vorm van geluidjes en knarsetanden en een wegkijken en een boze fronsen, zonder dat je het hardop durft te zeggen dat je er helemaal geen geloof aan hecht en dat je dat helemaal onzin vindt. Maar het bruist bij je van binnen. Wat een onzin! Wat een onzin! Het levende brood. Hij is toch Jezus, de zoon van Jozef? Kom nou. Ze verwachten een leraar te zien die ze de Bijbel kan uitleggen. Ze verwachten misschien, sommigen van hen, dat hij waar kan maken dat hij de Messias is. Dat is alles. Maar als hij zegt, hij is het levende brood. Wat moet je met zo iemand? Die is of gek, of ik ben gek. Of hij is gek, of ik ben het. Als hij die pretentie heeft, zou het best kunnen dat hij helemaal misleid is. Dan heb ik niets met hem te maken. En als hij het wel is, ja, dan moet ik wel helemaal gek zijn, want dan heb ik me toch wel totaal in het leven vergist. Zou iemand, tijdgenoot van Jezus, kunnen zeggen, ik heb me totaal vergist. Ik dacht, die vaderen krijgen dat manna en God gaat ons straks bevrijden van de Romeinen en dan gaan we gewoon door zoals het altijd gegaan is. Wij fariseeën, wij sadduceeën, wij zoeken de zaak wel verder uit. En helemaal aan het einde van de tijden komt dan misschien die Messias nog een keer. Nee, zegt Jezus, hij is er. En hij komt met een boodschap die totaal anders is dan je denkt. En die begint met een inzicht in wie hij is. Dat noemden de oude theologen, noemden dat gewoon kennis. Notitia heette dat. Kennis hebben van het evangelie. Nou, dat hebben ze dan wel. Dat is intussen wel uitgelegd. Dat hebben u en ik ook wel. Heel veel jongeren niet meer, de scholen onderwijzen het niet, maar gewoon kennis van het evangelie. Christus is gekomen, droeg de zonde, nu zijn we verlost, hij is opgestaan, enzovoort. De uitleg, zeg maar, op de catechismus van onze geloofsbelijdenis, die kennis hebben we wel. Dat is de eerste fase van geloof hebben, hè? Dat je weet waarover het gaat. Maar dat is toch lang niet alles. Als je alleen maar die kennis zou hebben, je zou het uit je hoofd kunnen citeren. Wat betekent dat verder dan? Als je van maandag tot en met zaterdag er niet naar leeft en als het je hart niet raakt, als het alleen maar iets is van je verstand. Er hoort nog een tweede element bij. Vers 47, voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Kijk, als je dat dan ook nog gelooft, wat je weet, als je er vertrouwen in hebt, als je je aan die kennis durft toe te vertrouwen, ja, dan is een belangrijke tweede stap. Kennis van het evangelie, oké. Maar je ook eraan toevertrouwen. Durven zeggen, mijn leven bouw ik op dat fundament. Dat is mijn uitgangspunt.
Als ik beslissingen neem, als ik probeer de wereld te begrijpen, is dat mijn fundament? Daar ga ik vanuit, dat is vast en zeker. Dat is al wel een belangrijke tweede stap. En dan hebben wij toch de neiging om te zeggen, nou, is dat niet meer dan genoeg? Zijn we er dan niet al? Niet bij Johannes. Misschien kom je er bij Matthäus mee weg, maar niet bij Johannes. Misschien zegt Paulus, ik ben tevreden over je. Maar niet bij Johannes. Johannes wil ons op een hoger plan brengen. Die wil ons geloof in een diepte die nog veel verder gaat dan wat Matthäus en Paulus zo op het eerste gezicht tenminste ons te vertellen hebben. We hebben kennis en we hebben de instemming ermee, het geloof erin. En het gedeelte wat wij nu hebben gelezen, ja, dat is een gedeelte dat gaat over de derde fase van het geloof, zou je kunnen zeggen. Dat noemden ze fiducia, heel lang geleden. Dat is dat je je helemaal daaraan toevertrouwt, met huid en haar. Dat je kopje onder erin gaat. Dat je dat helemaal tot je levenssfeer maakt. Dat niets in het leven belangrijker is dan dit. Dat is taal van Johannes. Dat is ook taal van de liefde. Liefde die geen grens kent, die dat helemaal omhelzen wil, die niets anders wil dan erbij zijn. Die zijn hoofd op de borst van Jezus wil leggen. Weet u wel, bij het avondmaal is het Johannes de discipel die Jezus lief had. En Jezus, hij had ook de Heer Jezus heel erg lief, wordt steeds gezegd. Hij wil niets liever dan vlakbij hem zijn. En dat zit achter die wonderlijke taal die hij hier gebruikt, waar die Joodse toehoorders zo boos over worden, waar ze zo over murmureren. Kijk, kennis van het evangelie, nou ja, misschien valt er nog uit te komen. Met goede argumenten raken we wel overtuigd. En geloof in dat evangelie, oké, als die kennis dan betrouwbaar is, dan wil ik het ook nog wel geloven en er mijn uitgangspunt in het leven mee maken. Waar me helemaal met huid en haar eraan toevertrouwen, kom daar. Dat gaat te ver. En zeker als hij het dan ook nog een keer zo formuleert. Je moet van dit brood eten en dat is mijn vlees. Je moet van dit bloed drinken. Wat een taal is dat. Mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Toch hadden ze een sleutel om dit te begrijpen. Mensen kunnen een hele diepe honger en dorst hebben naar de bron van het leven. Een hele diepe honger hebben naar iets wat de zin van het leven bevat. Wat het leven zinvol maakt. Waardoor het niet alleen maar kommer en kwel en narigheid is. En dat korte leven, al te korte leven van ons, toch nog een soort bodem of een vervolg of een uitzicht, een perspectief geeft. We zijn zo geschapen dat we een soort ingebouwde honger hebben naar God, want we komen uit hem tevoorschijn. En eigenlijk willen we van nature al niets liever dan bij hem, bij die oorsprong in de buurt zijn. Wij hongeren en dorsten naar hem. En soms hongeren en dorsten we naar eigenschappen van hem. Zo wordt er gezegd dat mensen kunnen hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Je kunt ook honger hebben naar de vrede die hij alleen geven kan. Je kunt honger hebben naar het heel zijn. Dat alles in je leven bij elkaar past. Dat het een prachtig mozaïek is. Het heel zijn van je leven. Kun je een honger, een diep verlangen naar hebben. Net als in Psalm 41, dat hert dat schreeuwt bij die waterstromen. Zo verlangt onze ziel dan ook naar God. Waarom schreeuwt dat hert trouwens bij die waterstromen? Hebben ze dat nooit afgevraagd? Waarom dat hert zo aan het schreeuwen is? Als u de situatie kent waarin dat hert zou kunnen rondlopen. Een hert is geen steenbok. Hè? Een hert heeft de steppen nodig, heeft een vlakte nodig. Steenbok kan klauteren en klimmen. En het gebeurde wel dat de regen gevallen was en dat er kleine beekjes water waren die in de bergen, in de heuvels naar beneden aan het vallen waren. Dat kon je horen. Je kon die waterstromen horen. En de steenbok klom omhoog en die kon het ook drinken. En het hert moest wachten tot het helemaal beneden kwam. Hij kon er niet bij. Een hert kan niet klimmen op rotsige grond, op een rotsige heuvel of berg.
Daarom schreeuwt dat hert naar dat wat hij zo diep nodig heeft, maar niet bereiken kan. Dat is een beeld van ons. Hongeren en dorsten. Naar vrede, naar gerechtigheid, naar liefde, naar heelheid, naar alles wat het menselijk leven mooi en compleet maakt. En we kunnen er niet bij. Het is te ver weg. Toch horen we het in de verte. Net als water dat langs die helling naar beneden aan het stromen is. We horen het en we kunnen er niet bij. Onze krachten schieten tekort. We zijn er niet geschikt voor. Als we dat nou zouden kunnen drinken. Ja, dan zou ons leven vervuld zijn en tot zijn doel komen. Dan zouden we toch onszelf voldaan voelen. Ondanks de omstandigheden. Misschien wel dwars door lijden en pijn heen. De Heer Jezus zegt, jullie hebben honger naar datgene wat het leven vol maakt en volledig maakt. Jullie hebben dorst. Want er ontbreekt iets in je leven. Wat je nodig hebt, je weet het. Maar je kunt er niet bij. En dan zegt hij, nou zoek maar niet naar allerlei dingen in deze wereld die dat tijdelijk zouden kunnen oplossen. Je kunt je inzetten voor een goede zaak. Dat geeft een tijdelijke oplossing van je dorst. Je kunt je concentreren op je werk en op je carrière. Dat geeft een tijdelijk vulsel voor je honger. Totdat die baan voorbij is en je met pensioen gaat en dan zit je nog met je honger. Geen kans meer om dat nog te stillen. Heer Jezus zegt, kijk die diepste honger die mensen hebben. Samengevat, die honger naar het eeuwige leven. Dat leven dat bij God vandaan komt. En dat ons optilt en naar een hoger plan brengt. Dat leven is alleen maar te vinden, zegt hij, bij mij. Mijn vlees en mijn bloed. Of beter nog, dat vlees, niet zomaar mijn lichaam, niet zomaar mijn leven, maar het leven dat ik geven zal voor deze wereld, voor het leven van de wereld. Dat bloed dat ik storten zal voor het leven van de wereld. Hij heeft het hier over zijn aanstaande dood. Hij heeft het hier over zijn kruisdood. Hij zegt, dat is het punt. Dat is de bron. Dat is het ware brood wat je daar vindt. Het is ook nog een keer het gebroken brood waarin je het vindt. Het is ook nog een keer het uitgestorte bloed waarin je het vindt. Niet in hem als levend persoon daar. Daar gaat het niet om. Maar om hem die het offer voor de zonde wilde zijn. En die ons op die wijze heeft willen verlossen van het oordeel en van de dood. Die ons meeneemt dwars door die dood heen. Die ons meeneemt in zijn opstanding. En die ons ooit zal meenemen in zijn hemelvaart. Dat moet je eten. Dat is de ware vervulling van je honger en je dorst. En als je iets anders probeert te gebruiken als middel om die honger en dorst te stillen, zul je steeds teleurgesteld zijn. Johannes benadrukt dat. Mijn vlees is het ware voedsel. Denk maar niet dat je ergens anders voedsel vindt voor je ziel, wat diezelfde kracht heeft als het leven van deze Heer. Denk maar niet dat er iets is wat je drinken zal om je dorst te vervullen, wat dezelfde waarde heeft als het bloed van deze Heer. Het zijn rare beelden. Want zijn Joodse toehoorders begrijpen er ook helemaal niets van. Voor hem is het net alsof hij een soort kannibalisme beschrijft. Moeten we dan letterlijk jou eten? Wat is dit voor cultus? Komt zeker uit een of andere heidense herkomst. Maar het is een symbool dat hij gebruikt om zijn lezers op te roepen om voorbij die kennis van het evangelie en voorbij het vertrouwen in dat evangelie ook nog tot zoiets te komen als een toewijding. Jezelf toewijden aan deze Heer. Omdat je alleen in hem de vervulling van je honger en van je dorst kunt vinden. Want alleen hij het ware voedsel is voor je ziel. En dat is het brood dat God uit de hemel wilde geven. Geen vervulling van je honger die tijdelijk is of maar gedeeltelijk is. Maar een waarachtig antwoord op onze diepste verlangens, op onze diepste nood. Weet u, als je die nood niet zo voelt, dan moet zo'n passage helemaal aan je voorbij gaan. Als u bij uzelf denkt van, het is wel een beetje een somber beeld, zo voel ik dat helemaal niet. Ik heb helemaal geen diepe honger naar de bron van het leven of geen diepe dorst naar gerechtigheid of vrede. Dat heb ik allemaal niet.
Ik denk dat dat betekent dat u zichzelf nog onvoldoende kent. Durf ik zomaar te zeggen. Dat u zichzelf nog onvoldoende kent. Toen ik 20 was, dacht ik, ik heb maar één doel in mijn leven, maar één enkele ambitie. Ik wil die studie op een perfecte manier voltooien en dan wil ik, en wat wilde ik ook alweer? Oh, ik wilde filosofiedocent worden. U ziet wat er voor mij geworden is, hè? Het is niet helemaal gelukt. Ik wilde graag filosofiedocent worden, hoogleraar het liefst. Dat was mijn grote ambitie. Ik denk, als ik dat nou bereikt heb, dan heb ik geen honger meer, heb ik geen dorst meer. Dwaas. Dwaas. Onderweg hol je langs jezelf heen en raak je jezelf kwijt. En ieder van ons heeft zo'n verhaal. Ieder van ons heeft minstens een tijd lang gedacht, dit is het. In mijn gezin, met mijn kinderen, dat is het. Dit vervult mij geheel en al. Tot je ontdekt als moeder dat dat niet echt je hele ziel vervullen kan. Dat er nog andere dingen zijn die je als vrouw in de wereld doen wil. En als man denk je, als mijn bedrijf nou maar perfect draait, dan moet mijn gezin misschien een beetje voorop zijn. Maar dan zal ik toch de ware vervulling vinden. Ik heb een groot bedrijf opgezet en daar kan ik trots op zijn. Nou, als dat niet mijn honger stilt, dan weet ik het ook niet meer. Tot je ontdekt dat het verwaarlozen van dat gezin je honger alleen maar heeft versterkt. Dat je iets gemist hebt. Dat je iets uit handen hebt gegeven. Jong of oud, man of vrouw, in welke situatie we ook zijn, we kunnen een misverstand hebben over wat onze honger is. Jezus heeft daar geen misverstand over. Als wij hem nodig hebben als het levende brood, dan weten we ook wat onze diepste honger is. Dat is een honger naar vergeving, naar acceptatie door God, naar dicht bij God leven, naar eenheid, naar saamhorigheid, beter gezegd, naar saamhorigheid met deze Heer die ons tot zich roept, die ons tot zijn vrienden wil maken, die, hoewel onzichtbaar en alleen maar door het geestelijke te bespeuren en te voelen, maar die zo dichtbij ons leven wil, dat we elke dag waarachtig met hem die dag doorgaan. In gebed hem aanroepen, in het woord zijn stem horen, door dat woord steeds beter hem leren kennen, hem op die wijze waarachtig leren liefhebben. Dat is wat Johannes voor ogen staat en wat de Heere denk ik ook met ons wil. Kennis prachtig, geloof prachtig. Maar hij wil ook dat we met hem leven, dat we aan hem toegewijd zijn en dat we zijn toewijding aan ons door de geest ook mogen ondergaan. Want hij wil onze honger stillen. Hij wil onze dorst lessen, die heel diep van binnen, heel ons leven lang doorwerken zal, die ons altijd ontevreden zal maken, uiteindelijk over de dingen in dit leven. Het mooiste wat je zou kunnen zeggen, als eenmaal die dag aanbreekt op je sterfbed, als je dat gegund wordt, is dat je terugkijkt op je leven en dat je zegt, mijn honger was gestild en mijn dorst is gelest. Niet door de dingen van deze wereld, want die laat je achter. Niet door je eigen prestaties, want die zijn als kaf, dat wordt weggeblazen. Niet door wat je allemaal ontvangen hebt in dit leven. Maar door die ene Heer die zichzelf voor ons gaf. Die niet terughoudend was. Die niet maar een deel van zichzelf heeft toegewijd aan die grote zaak. Dat grote programma wat God bedacht had voor ons. Maar die zich geheel en al gaf. Wat mijn leven in het vlees betreft, zegt Paulus, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad. En zichzelf, niet een beetje, niet een deel, niet maar af en toe, maar die zichzelf geheel en al voor mij heeft overgegeven in de dood. En die daardoor een band met ons wilde tot stand brengen. En dat is waar Johannes het zo graag over heeft. Dat we samen met hem leven. Dat hij een deel wordt van ons dagelijks bestaan. Dat hij erbij mag zijn. Dat we hem aanroepen. Dat we naar zijn stem luisteren. Dat we hem gehoorzaam zijn. Dat ons leven vervuld is van hem. Geloof en kennis. Als we die hebben, prachtig. Maar nou nog die volgende stap.
het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed, je honger met hem stillen. En daardoor het leven gaan leiden zoals hij het voor ons bedoeld heeft. Het eeuwige leven dat hier en nu dan al beginnen kan. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht. Tot in eeuwigheid. Amen.